zijn ze blij dat ik een band zou te horen. En hij ook. Jullie gaan een ei pocheren. Een ei pocheren is niet anders dan een ei koken, alleen zonder de schil. Maar dan heb je wel een heel vers ei nodig. Verser dan dit kan echt niet. De techniek van eieren pocheren. Wat heb je nodig? Kokend water, azijn en hele verse eieren. Ongeveer 1/3 deel van al het water moet azijn zijn. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk het eiwit meteen gaat stollen zodra je het eitje erin laat vallen. En dat is eigenlijk de truc van het eieren pocheren. Het duurt ongeveer 1 minuutje en dan is het ei gepocheerd. Wat belangrijk is, er zit natuurlijk heel veel azijn in dit water. Dus vandaar dat we het eventjes omspoelen in wat water voordat we het serveren. En hoe weet je nou of een ei goed gepocheerd is? Zo dus. Zo zie je dat het eigeel er mooi en zachtjes uitloopt.